een goed doel? Nee. Dat kan toch niet? Die loopt de boel een beetje... Nee, dat denk ik ook. Yes, welkom bij Nieuwsgierige Gasten. Deze week hebben we weer een nieuwsgierige vraag, namelijk... Worden mensen guller onder groepsdruk? Of druk? Want het is niet echt een groep. Nee, en hoe ga je dat testen? Als jij nou iemand gaat interviewen over iets compleet randoms... en dan kom ik als collectivist... Hallo, hebben jullie geld over voor het goede doel? En jij bent natuurlijk super gul op beeld. Dan moet die ander daar soort van wel in mee, anders kom je super gierig over. Dus door middel van groepsdruk. Oké, en de groep bestaat uit twee? Twee man. Top. En wat is het goede doel? We mochten niet collecteren voor de voedselbank, want we willen het wel gegeven, de voedselbank. Maar we mochten hun stickers niet gebruiken. Dus we zijn uitgekomen op een goed doel. Oh, er staat ook echt een goed doel op. Oh ja, dus jij komt zo meteen bij een random guy aan. Geld over voor een goed doel. En wilt u misschien wel doneren voor een goed doel? Ik heb in de metro een omaatje gezakt rot. Het spaarpotje voor je kind heb je even geplunderd. Wel leuk als je 50 euro doneert. Ja? Ja, gewoon goed, groot uitpakken. Waar moet ik het over gaan hebben? Wat is hot topic tegenwoordig? Corona. 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 Nou, ga jij lekker allemaal leuke coronavragen stellen. Ik sta binnen te kijken naar hoe het gaat. En ik had trouwens nog iets anders. Oh ja. Ja. Is dat toevallig een pinapparaat? Ja, ja, okay. Ja. Voor het geval ze geen geld hebben. Oh, ja. Zou ik u misschien een paar vragen mogen stellen? Ik ben namelijk heel erg benieuwd wat nou het effect is van coronamaatregelen op deze buurt. En bijvoorbeeld ook voor u. Heeft u nog veel contact met mensen? Ja, we wonen in een appartementengebouw. Dus allemaal mensen. Dus er is geen één die... Nee? Dus u ziet wel gewoon nog sociale contact? Hebben jullie toevallig iets voor het We zijn aan het filmen. Ah, ik heb wel wat, hè? Voor het goede doel, hè? Ja. Voor het goede doel heb ik zeker wel wat. Hier, alsjeblieft. Ja, vriendelijk. Meneer, heeft u... Dit werkt nog niet. Ik deed er te lang over. We lieten hem los. Ja, we lieten hem los. Ja. Heeft u gehoord van de verlenging die eventueel... van de maatregelen, die eventueel tot juni zal plaatsvinden? Wat vindt u daarvan? Interview is niet mijn sterkste kant. Oké, ik ga wel interviewen. Meneer? Ja. Zou ik u misschien een paar vraagjes op beeld kunnen stellen? Wat doet u? In welke sector werkt u? Ik ben verpleegkundige in dienst van de GGD. En hoe is het dan om vanuit die andere kant zoveel kritiek te horen over de maatregelen bijvoorbeeld? Heel eenvoudig om een mening te vormen over... Sorry dat ik stoor. Heeft jullie misschien iets over het goede doel? Wat is het goede doel? Een goed doel is het goede doel wat het vervolgens weer spreidt over alle goede doelen die tekort hebben. Dat is een algemeen fonds. Ik heb geen geld. Ik heb geen cash mee. Nee? Nee. Ik heb nog een pinapparaat. Heb jij een pinapparaat? Nee. Nee, sorry man. Oh, oké. Okay. Die draaien het voor geen... Nee, toch? Nee. Nee, heel raar. Een goed doel? Nee. Dat kan toch niet? Die loopt een boel een beetje... Nee, dat denk ik ook. Wat ging hier allemaal fout? Nou, vooral bij jou. Ja, ik had geen geld. Nee! Ik had geen geld en ik had het pinautomaat. Je mag je even van mij af. Je had toch ook kunnen zeggen, oh meneer, ik had zo graag iets willen geven, ik kan het niet. Oh, wat had ik graag willen doneren. Ik zag in zijn ogen wilt dat iemand doneren? Betrouwde. Nee. En geef me even geld dat ik kan doneren. Ja, je hebt helemaal gelijk. Want dat is probeer wel handig. Het gewoon een keer opnieuw. Ja. Meneer, zou ik u één vraag mogen stellen op beeld? Over de maatregelen die nog steeds gelden uiteraard. Ja. Wat is uw voorspelling als we kijken nu naar het nieuwe vaccin? Wanneer denk je dat alles weer mogelijk is? Ik kan nog misschien wel jaren duren. Nog jaren, denkt u? Goedemiddag, zou ik u even mogen storen? Heeft u misschien het over voor het goede doel? Goede doel? Ja. Ja, natuurlijk, grap. Oh, dat is heel gul van u. Dank u wel. Heeft u misschien het over voor het goede doel? U kan pinnen? Nee? Het is in principe heel makkelijk hoor. Het gaat gewoon via een summercoöperatie. Nee? Oké, ga ik weer verder. Tot ziens, fijne dag. Ja, dit is wel echt heel pijnlijk. En wat is het ook een portemonneetje, Joost? Ik denk dat we de rollen weer even gaan omdraaien. Kijk, die man die daar aankomt lopen. Goedemiddag meneer. Mag ik u een paar vragen stellen? Kort, ja. Merkt u nu met de coronamaatregelen ook een groot verschil op deze buurt? Mensen houden redelijk afstand. Dat wel? Ja, behalve jij natuurlijk. Dat is dus anderhalve meter, toch? Dit is wel een mooie net anderhalve meter. En wat vindt u zelf van de maatregelen? Ik hoop dat ze helpen. Ja? Sorry, kunnen jullie helpen storen? Hebben jullie hier misschien een klein geitje voor het goede doel? Oh ja, ik heb wel een klein geitje voor het goede doel. Ja? Ja. Heeft u een klein geitje voor het goede doel? U heeft, nee? Zal ik dan maar 20 euro erin doen? Nee, geen, nee. Cool. Nee? Nou, dankjewel. Yes, nog een fijne dag. Ja, dat is ook wel weer lullig of zo. Over keiharde scheid aan groepsdruk gesproken. Ja. Holy shit. Nu was het echt duidelijk dat wij een samenspel hadden.
Jij dacht, ik doe 20 en jij? Hij zei nee, dus ik dacht, oh, nu kom ik even over de top. Maar nee. Hij denkt, oh, dat is zoveel, ik moet er ook wel even een eurootje in leggen. Jee, ik weet dat je het nodig hebt. Klootzak. Waarschijnlijk worden de maatregelen en de lockdown verlengd tot en met april. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het lang. Ik vond zelf dat, laat me zeggen, de horeca gewoon, weet je wel, met z'n allen bar en feesten en zo. Ja. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar ik vond zelf een restaurant. Kunnen jullie één momentje storen? Heb je misschien iets over voor het goede doel? Oh ja, maar natuurlijk. Is 10 euro genoeg? Ja, ik ben ontzettend blij mee. Alsjeblieft. Kijk eens. Heb je misschien iets kleins ja, over? Ja, ik heb alleen een pin bij me. Oh, dat kan ook. Ik heb een pinautomaatje bij me. Kom maar dan. Wat is het goede doel? Dat mag je zelf kiezen. Dat is het nieuwe initiatief. Het goede doel. En u bepaalt. En wij zorgen dat het er terecht komt. Wat kan ik voor u opschrijven? Gewoon wij storten. Voedselbank, want voedselbank? Nu hebben mensen, heel veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Dus, Even kijken, hoeveel wilt u doneren voor de voedselbank? 5 euro. Euro naar de voedselbank. Ik wil mijn 10 euro ook wel aan het. Ook voedselbank? Aan de voedselbank doneren, ja. Even kijken hoor, controleer. Oh, verbind. Het is gelukt. Nou, het is gelukt. Kijk eens, hartstikke bedankt. Fijne dag, meneer. Tuurlijk. Ja, sorry dat ik jullie succes. Zo stoor hoor. Nee, geen probleem. Fijne middag. Yes, tot ziens. De lockdown wordt verlengd en Famke Louise doet weer niet mee. Wat vindt u ervan? Hoi, lastige vraag. Ja, ik vind het wel apart. Ik denk dat zij wel beter had moeten weten nadat ze ook het hele tafereel van vorig jaar heeft meegemaakt. Ja. Ik begrijp best wel waarom ze op deze zeggen. Sorry, is misschien niet goed voor ja, pardon, dit is zo rommelig. Sorry. Ja, voor het goede doel? Ja. Ik heb dit. 50 euro. Alsjeblieft, ja, excuus. Dat is heel reaal. Ja, maar ik loop snel weer door. Ik ben met iets anders bezig. Oké. Een goed doel, dat zeg maar weinig. Ja, wat is het goede doel eigenlijk? Je kan het zelf kiezen. Het is een initiatief dat. Waar we zijn het aan willen schenken? De voedselbank vind ik een mooi doel. Ja, dan krijg je de voedselbank je 50 euro. Waarom geloof ik jou niet? Ik zit midden in een interview en. Ja, ik zie het nu ook pas. Het is ook een beetje. Ik zie het nu ook pas. Ik zorg dat die 50 euro bij de voedselbank komt. Yes? Oké. Okay. Denkt u dat mijn geld op de juiste plek terechtkomt? Een bordje met een goed doel, dat klinkt nogal vaag. Dat kan ook, het goede doel kan ook. Zijn PlayStation zijn, zeg maar. Ja, of hij zelf, dus ja. Deze man had het zo hard door met dat goede doel. En Martijn begint nog kaart in mijn gezicht te lachen. Dit werkt zo niet. En voor de kijkers die denken, doet Famke Louise niet mee? Famke Louise doet het gewoon mee. Lekker bezig, Famke. Heb jij wel eens illegale coronaparties bijgewoond? Ja, nou, het verandert ook de hele tijd de regels. Dus een tijdje mocht ik dan weer wel. Ja. Dus jij hebt wel eens met een mannetje van 100 staan? Dat niet. Nee, dat niet. Maar wel met een paar mensen. Staat in beeld. Zou ik jullie dan mogen... Oh, excuus. Ik ben aan het collecteren voor een goed doel. Ja. Zou je willen doneren voor het goede doel? Ja, waarom niet, hè? Heeft u misschien nog wat kleins over? Geen klein geld, sorry. Nee, ik... Dat is royaal van u. U kan pinnen bij mij. Ja, mijn pinpas heeft iemand anders mee, dus die heb ik ook niet. Oh, moet ik even wachten tot ze naar buiten komen? Ja. Ja? Als je dat wil. Nee, ik wacht even. Ze is er al. Ja? Hoeveel wilt u doneren? 4 euro. 4 euro. Is goed. Dan zet ik dat erin. Toppie. Yes, super. Ik heb alleen nog een kleine pincode nodig. Je merkt het sentiment onder de jongeren. Dat is top, de betaling is goed natuurlijk. Hartstikke bedankt. Joe, fijne dag. Je voelt je echt een oplichter. Zullen we gewoon teruglopen naar het meisje en die 4 euro teruggeven? Ja, maar dit is nog pijnlijker. Hoi. We waren mee aan het testen of hoe groepsdruk werkte in combinatie met een donatie. Logischerwijs krijg je van ons het geld natuurlijk terug. Oh. Ja? Kom je even mee? Serieus? Ja. Voel je nou echt druk om te doneren omdat hij ook doneerde? Nou, ik had niet gezien hoeveel hij doneerde. Maar ik zag wel een briefje, dus ik dacht oké, ik ga nu niet 1 euro doen. Dus omdat hij zoveel doneerde, wilde jij meer doneren? Ja, maar ik had sowieso wel gedoneerd. Ja? Altijd. Dus de groepsdruk heeft gewerkt? Ja. Wel op het bedrag. Een beetje, op het bedrag wel. Ja. Top. Wil je het terug hebben of zeg je doneer maar aan het goede doel? Want het komt sowieso bij het goede doel. Ja, ja. We kunnen het aan de goed doel doneren. Nee, dan lekker laten. Ja? Dan doneren wij die 4 euro aan de voedselbank. Yes. Super. Top. Ik denk dus de mensen die niet gevoelig zijn voor groepsdruk, daar werkt niet bij. En de mensen die dat wel hebben, daar werkt het wel bij. En dat zie je dan in de vorm van het geven van het geld. Ik heb een andere theorie. Mensen geloofden het goede doel niet.
Dat zou ik het ook zijn. Niet. Het antwoord mag je zelf invullen. Laat het weten in de reacties. Volgende week gaan we weer net zoiets nutteloos testen als deze week. De ballen! We zijn weer een nieuw seizoen aan het maken voor de serie Geldrovers. Dat betekent dat we de hele wereld uitdagen voor weddenschappen. Ja, dus als jij een leuke weddenschap hebt en wil je tegen ons opnemen, dan kan dat. Laat even je weddenschap weten hieronder in de comments. En je weet, staan we binnenkort wel tegenover elkaar. Later!